Je hebt ook je eigen band. Ja, dus 5 muzikanten en mezelf. Wij gaan eigenlijk in de zomer spelen. Er is ook maar één manier om op te treden, om te boeken of zo. Dat is dus, je kan mij bijvoorbeeld, ik ga geen live on tapes of zo doen. Als ik optreed, is het met de band. En het is ook gewoon het leukste. Veel meer interactie met het publiek. Je kan zoveel meer. Jouw keuzes zijn zoveel groter geworden. Dus we kijken er heel hard naar uit. We hebben ontzettend hard gewerkt. Dat doen we nog steeds. Nu hopen natuurlijk dat we op veel verschillende plaatsen mogen spelen. Dat we mogen groeien in ons verhaal natuurlijk. Er is dan ook een nieuw project dat gaat gestart worden. Café Flamand. Met onder andere Miguel Wils. Ja. Vertel daar eens iets over. Miguel zal eigenlijk de muzikale begeleiding voorzien. Dus hij en zijn band zullen muzikaal ondersteunen het gebeuren. Peter van der Veyre zal het gaan presenteren. En dan is er eigenlijk een aantal artiesten die door hen zijn uitgekozen. Ja, toch heel wat grote namen bij, hè? Johan Verminnen en zo. Johan Verminnen, Paul Michiels, Chris Wouters, Walter Grootaars is er ook bij, Axel Peleman, Frey Soufrio. Stuk voor stuk eigenlijk, Chris Wouters heb ik al gezegd, maar in elk geval, ik wil er geen vergeten, maar echt ongelooflijk grote namen. Ik was in eerste instantie zeer aangenaam verrast dat ze daarvoor ook bij mij terechtkwamen. We gaan dus eigenlijk in een soort van beurtrollensysteem, gaan we Vlaamse covers brengen. Het Betere Vlaamse Lied gaat van Anne Christie tot Remo van het Groengewoud. En het leuke is dat je op voorhand nooit weet wie je te zien zou krijgen. Dus je weet, het is Café Flamand, maar is het vanavond met Niels? Of is het met... Dat weet je eigenlijk nooit. Maar het is altijd een avond met een viertal artiesten die dan hun avond van de mensen zullen vullen en hopelijk dat de mensen dan ook gaan meezingen natuurlijk. Niet alleen Vlaanderen, maar ook Nederland proberen te veroveren? We doen alles stap per stap en ik heb het geluk gehad via mijn eerste single die bij Studio 100 was uitgekomen om ook al een beetje te proeven van Nederland. Ik heb op een paar mooie plaatsen gestaan. We hebben ook nog de afgelopen Tina dag ook nog mogen doen. Dat was heel tof, 10.000 meisjes. Dat gaf hele speciale toestanden, maar was wel superleuk om te doen. Dus Nederland is zeker en vast ook een ambitie op termijn. Maar ik denk dat het zeer belangrijk is, zei het al, om geen stappen over te slaan en we gaan eerst rustig proberen om ons ding te doen in Vlaanderen. En ik ben nog maar 22, ik heb nog heel veel tijd. Dus, maar als het kan, heel graag, maar alles op zijn tijd natuurlijk. Ja, onze kijkers die op de hoogte willen blijven via de website, daar kan ze alles volgen wat er allemaal gebeurt rond jou. Absoluut, want er is ook een en het ander veranderd op de website. Ik zei het al, je merkt ook dat mijn jaar eigenlijk een pak interactiever is geworden. Vorige jaar was ik heel veel te zien televisiewerk, dat is nog altijd zo. Maar nu kan je voor het eerst sinds lang ook weer komen kijken naar optredens van mij en zo. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met de site, het is veel interactiever geworden. Je zou perfect op de hoogte blijven van hoe we de plaat gaan opnemen, hoe we de videoclip gaan opnemen, hoe het staat met de opnames van de reeks die ik ga doen. Ik ga een soort van videoblog bijhouden en zo. En dus mensen kunnen absoluut op de hoogte blijven van wat er met mij gebeurt en waar ze mij ook kunnen zien. Dus nielsestadsbader.be. Voilà, dan kunnen ze alles volgen. Als je dat hoort, wanneer ben je nog eens vrij? Niet zo heel vaak. Ik ben niet zo heel vaak meer vrij. Maar ik probeer toch wel regelmatig nog eens vrij te zijn, want ik heb natuurlijk nog een vriendin, hele goede vrienden, familie, waar ik heel graag tijd voor maak. Maar anderzijds zijn ze ook heel blij. Ze weten ook dat ik heel gelukkig word van heel veel verschillende dingen te doen, heel druk bezig te zijn. Maar voorlopig nog geen klachten. Ja, op jonge leeftijd heb je toch al veel bereikt, of niet? Tevreden, man? Ik ben zeer tevreden, absoluut. Het is allemaal vrij snel gegaan. Ik heb ongelooflijk veel leuke kansen gekregen en nu opnieuw. Dus in dat opzicht gaat het zeer goed. Maar om nu te zeggen dat ik echt goed bezig ben, ik ben wel vrij ambitieus. Ik ben niet zo snel tevreden, maar ik ben wel heel tevreden. Hè. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat er nog heel veel leuke dingen aankomen. Beginnen met dit jaar. Dan denk ik hopelijk binnen dit en 10 jaar zitten we hier nog altijd samen. En ben jij nog bezig? Ben ik nog bezig? En dan zou het heel, heel tof zijn natuurlijk. Ja, dus eind maart een nieuwe single. Stel je voor, het wordt een hit. Zou tof zijn? Zou zeer tof zijn. Ik denk dat we daar niet... dat we daar heel eerlijk kunnen in zijn. Optredens hangt ook altijd samen met radio. En als er veel op de radio wordt gedraaid, zou het waarschijnlijk betekenen dat het wel een soort van hitpotentie heeft. Jammer genoeg zijn er weinig tv-programma's om muzikale jonge artiesten aan te komen. Ja, absoluut. Dat is een beetje de moeilijkheid nu natuurlijk. Hè. Je hebt de Vlaamse 10, je hebt dan Vlaanderen Muziekland en zo. Maar dat stopt in april, hè? Wat stopt er in april? Eind april, de Vlaamse 10. Is het waar? Stopt dat?
Maar mijn single komt wel eind maart. Dus dan moet ik vlug eens bellen dat ik er zeker nog in zit. Maar in elk geval, ik heb vandaag ook in de krant gelezen dat Vlaanderen Muziekland terugkeert met Gina Lisa. Dus dat is al één ding. Maar er is heel weinig, dat klopt. Vandaar dat radio nog belangrijker is geworden om jouw muziek kenbaar te maken aan de mensen. Dus we hopen op de radio en op de mensen dat ze het fijn gaan vinden natuurlijk.